Jano heeft cerebrale parese, wat eigenlijk hersenverlamming wil zeggen. Dus dat is een te gevolgen van een hersenletsel. En dat letsel heeft hij opgelopen vlak voor of tijdens de geboorte? Hij kent geen evenwicht, hij kan zijn spieren moeilijk aansturen. Zijn spierspanning onder controle houden is zeer moeilijk voor hem. Jano wordt opgevolgd in het CP-referentiecentrum in Pellenberg. En het was dokter Molenaars die ons eigenlijk aangaf dat er een project was opgestart. En hij vond Jano wel een geschikte kandidaat om mee te stappen in het project van de HIPOT. Dus ook via dokter Molenaars zijn we eigenlijk in contact gekomen met Ria. En op die manier is de bal aan het rollen gegaan en heeft Jano leren stappen met de HIPOT. Dirk, de ingenieur, heeft eigenlijk gezocht naar een systeem waarbij dan mijn handen, die het bekken omsluiten bij het kind en waarbij ik steun geef, zodanig dat de romp en de benen mooi recht op elkaar zijn, dat eigenlijk die steun in de verschillende richtingen kan worden afgesteld. Zodanig dat we eigenlijk het kind die stabiliteit geven die het nodig heeft. En we kunnen eigenlijk, naarmate het kind verder ontwikkelt en meer beheersing heeft over de bewegen en de spieren weten gebruiken, kunnen we die steun verminderen en kan de HIPOT afgebouwd worden. Ik ben de ontwerper van de HIPOT. Ik heb het op gebied van CAD design heb ik hem ontworpen. Ik heb hem dan ook gebouwd met eigen 3D-prints van mijn 3D-printer die hierachter staat. Je bouwt dat op, je voelt dat in je handen hoe dat werkt. Dan ga je dat opnieuw uitprinten, je gaat dat opnieuw redesignen. Ik heb dan aan Materialize gevraagd van ja, hoe kunnen jullie mij helpen? En Materialize vond het zo'n tof project dat zij direct ondersteund hebben met een aantal ingenieurs van hun. Die zijn komen kijken en die hebben dan gezegd van voor die en die toepassing gebruik je die manier van printen. Ook het licht maken van het onderdeel en toch de stijfheid behouden. Daar hebben zij ook speciale software voor. Dus de 3D-modellen gingen naar hun toe. Zij maakten de structuren van binnen hol of met een interne structuur. En ze drukten die af op hun 3D-printers en zo kwamen ze terug. We gebruiken de HIPOT als een complementair hulpmiddel. Maar bij een keywalker moet hij zijn handen gebruiken om te stappen. Daar waar dat hij bij een HIPOT eigenlijk net zijn handen vrij heeft, en dat is voor hem een heel nieuwe sensatie. Maar het is voor een stukje ook topsport voor hem, omdat hij zijn spieren veel intenser moet gaan coördineren en gebruiken om te kunnen stappen. Ik denk dat de HIPOT er zeker toe bijdraagt dat Jano goed kan blijven stappen, mits de nodige hulpapparaten, maar dat zijn spieren mooi op lengte blijven en dat zijn spieren goed ontwikkeld blijven, zodanig dat hij met de keywalker of met de HIPOT eigenlijk kan blijven zelfstandig stappen. Wij hopen dat Jano, denk ik, vooral een gelukkig kind wordt. Dat hij aanvoelt dat hij binnen zijn beperking alle kansen krijgt om een heel leuk leven te leiden. En dat hij zo zelfstandig mogelijk wordt in mate van het mogelijke. Daar willen wij zeker vast naar streven.